2 minuten voor de start. Ja! Jojo ging erin. Ja, lekker. Ik kon gewoon lekker mijn eigen dingetje doen, zeg maar. Ja. In het begin heel veel hindernissen, waardoor je hartslag wel flink hoog ligt. En dat was lekker. Dat bracht me wel een voorsprong. En zo moest dat eigenlijk ook, want Jesse loopt hard. Ja, leuke run. Veel loopstukken en weinig echt uitdagende hindernissen, behalve in het begin en aan het einde hier. Links dan. Ik ga dit afstappen. Klasbak, mooi
lachen, wat is dit nou? Klasse, succes! Halverwege de run kwam Jesse weer dichterbij. En toen moest ik toch wel weer even aan de bak. Uiteindelijk voldoende voorsprong kunnen pakken en dat was heel fijn. Bij de ballastloop moesten we wat rondes lopen. Had ik wel het gevoel van nou, misschien dat ik hem nog kan pakken. Nou, toen was hij weg. Lekker. Niet meer teruggezien.
Ja, de organisatie is super. Alleen qua wind was het lastig om de jury soms te verstaan. Maar iedereen was wel lekker alert, actief. De hindernissen waren duidelijk. First who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? 'Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know, every day I got your back. Yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there. Mocht er wel iets zwaardere hindernissen halverwege, maar dat ben ik. En dat vind ik gewoon mooi, zeg maar. Dat vind ik lekker. Ja, goed georganiseerd. Verder wel duidelijk aangegeven. Sommige hindernissen vond ik persoonlijk wel te makkelijk, maar je moet ook rekening houden met de recreanten. Dus ik zit nog in die top. Dat wil ik nog niet zeggen. Maar... Come on.
bestuurlijk. Nee, dat was echt een leuke run. Het is een keertje ook wat anders, een beetje urban, door de stad heen. Ook al was het wel off-road, maar je was toch wel in de bewoonde wereld een beetje. Precies. Dat was leuk, hè? Ja. Klas, kom maar. Yep. Come on. We zijn de laatste meters, come on!